Ja, ik fiets hier wel eens voorbij en ook langs de Krom en ook langs Rijnsburgse Boys, SEC, Noordwijk. En als je dan op, in het weekend, als ik dan voorbij fiets en ik zie die lege velden, dat doet zeer. Toen er nog geen kunstgras vast en we hadden lange winters. Dat ook een week of zes gewoon onverwacht stil lag, vanwege aflastingen. Maar er werden er op bepaalde treintjes, oefenwedstrijdjes gespeeld. En bij Meerburg had ik toen een kunstgrasveld. Daar speelden de hele dag toen hoofdklassers hun oefenwedstrijdjes. Ja, dat is nu niet. Je kon toen nog naar een training gaan kijken. Dat is ook nu allemaal niet. Het is allemaal lockdown. Het was toen wachten op Dooi. En nu is het wachten op, ja, op de RIVM. Dat is verschil. De mensen die vragen me wel eens via Messenger van wat vind je ervan. Ik heb contact met Nico Oosterlee gehad over hoe het nu gaat. Met mensen van Katwijk, van Quickboys hier. Je spreekt natuurlijk vaak via social media spreek je wel mensen. En het is niet zo dat ik de voetbalwereld helemaal nu kwijt ben. We zijn elkaar niet kwijt. Alleen we zien elkaar even niet. Ik kijk niet uit naar een datum, ook in mijn hoofd niet. Ik denk ook niet, misschien kan het dan en dan wel weer. Want er moeten nog heel wat maatregelen genomen worden om dat ordelijk laten verlopen. En als we natuurlijk te vroeg beginnen, dan kunnen we misschien wel weer. De kans is dan groot dat we weer bij af zijn. En dat wil ik ook niet. Ik vind de gezondheid van de mensen vind ik belangrijker als voetbal. Denk jij dat we in augustus weer kunnen gaan voetballen? Ik durf daar geen zinnig woord over te zeggen. Ik ben eigenlijk bang van niet. Als we dan naar afgelopen seizoen gaan kijken, pakt daar eens een mooi moment uit? Ja, dat was toch de wedstrijd hier op Nieuw-Zuid. Veld achter hier, op een doordeweekse avond. De bekerconfrontatie tussen Katwijk en Quickboys. Los van de winnaar, dat doet er niet toe. Maar ook toen had je daar die sfeer, die ontlading, noem alles maar op. Dat vond ik wel mooi.